Apps zijn razend populair. En je hoort van die prachtige verhalen waaruit blijkt dat makers er een lekker zakcentje mee kunnen verdienen. Op het web kun je diensten vinden waarmee je zonder programmeerkennis apps kunt maken. AppsGeyser is een gratis webplatform waarop je een simpele app kunt maken op basis van bestaande content. Hoe je hiermee kunt werken zie je in twee how-to's. Ik ben gesurfd naar appsgeyser.com. Hier kun je alleen apps maken voor Android. Klik op Create Now for Free. Je kiest een thema of een schabloon. Deze zijn verdeeld in verschillende categorieën. Je kunt bijvoorbeeld een app maken van je YouTube-kanaal. Deze vind je in de categorie Media. Eerst krijg je een beschrijving van de app. Je plakt hier de URL van je kanaal. Deze kopieer ik eerst. Je kiest of je de URL van een kanaal of van een playlist hebt gekozen. Daaronder kies je of je je kanaal in playlists wilt splitsen. Via deze link kun je door het vinkje weg te halen eventueel je eigen kleuren kiezen. Hier kun je een preview bekijken. De video's verschijnen. Je kunt de video's hier niet bekijken. Wat je wel ziet is, net als op je YouTube-kanaal, gerelateerde video's. In de volgende tab geef je je app een naam. En daarna een beschrijving. In de laatste stap kun je een standaard icon kiezen of er zelf een uploaden. Daarna maak je de app. Dan moet je je registreren met e-mail en wachtwoord. Als je geen nieuwsbrieven en dergelijke wilt, verwijder je dit vinkje. De voorwaarden moet je natuurlijk accepteren. En je geeft aan dat je geen robot bent. Je komt op je dashboard. Je moet de link in je e-mailbox bevestigen. En zo ga je opnieuw naar je dashboard. Tot zover deze eerste how-to over AppsGeyser. Het publiceren van de app bekijken we in de volgende how-to.